Wij kijken elke ochtend naar de berekeningen van het Europese weermodel. En die rekent eigenlijk 50 keer ons weer in Nederland door. En er zat dit keer één modelberekening bij die voor het zuiden van Nederland 40 tot 42 graden geeft. En daar schrokken we toch echt wel van. We zitten hier met drie meteorologen met samen meer dan een halve eeuw aan ervaring. En we hebben dat eigenlijk niet eerder gezien dat er zo'n modelberekening bij zat. Dat komt denk ik vooral door de combinatie van dat het al zo lang droog is. En het gaat natuurlijk heel zonnig zijn met weinig wind. En dat zijn eigenlijk de omstandigheden waarin dat soort extreme temperaturen kunnen voorkomen. Maar dan moeten wel echt alle puzzelstukjes op het juiste moment bij elkaar komen. Hoe groot is de kans dat die berekening uit gaat komen? Nou, die is gelukkig heel erg klein. Die is maar 2%. Dus bijna 100% kans dat het niet gaat gebeuren. Maar wat er wel gaat gebeuren is dat we volgende week toch wel met stevige tropische hitte te maken gaan krijgen. Temperaturen van 30 tot 33 graden. Misschien nog wel wat hoger. Maar voorlopig gaan we er gewoon vanuit dat het heet wordt, maar niet zo heet.